Federatie voor Afrikaans Ranamang hield gisteren een receptie in de Paramaribo Zoo in het kader van haar 20-jarig bestaan. Er werd een terugblik geworpen op de vele activiteiten die de organisatie heeft uitgevoerd en een vooruitblik op de plannen voor komende jaren. De viering viel samen met 1 juli Kitty Kotti. Volgens voorzitter Iwan Wijngaarden tracht de organisatie al 20 jaren de Afro-Surinaamse beschaving, cultuur en geschiedenis op een positieve manier naar voren te brengen. Vele personen hebben zich in de afgelopen jaren ingezet voor de organisatie, zegt Wijngaarden trots. We hebben 20 verenigingen naar begin. En de 20 verenigingen die ze zaten in die tori. Dat is een kring en zakka, een kring en zakka. Maar van groepen, van deel van groepen, dan worden 20 jaar langer. Dat zou mooi zijn, maar was je de trouwen, Fika Ulu en na Bakating, Toku, Wasfa, de Krakaa. A grupo de Kraka Federatie. A principal é que sabe se ele me quer a Federatie ou bom, eu lhe vejo a força de irmã, de qual a MC está aqui. A irmã não, mas ele é uma irmã, 20 anos está na Bigi, uma irmã vender. E a minha salini, da já irmã, sede de que de grupo com a Macandra. Wijngaarden vindt het belangrijk dat er stilgestaan wordt bij belangrijke zaken uit het verleden en waar nodig die ook goed te belichten. Personen die bijvoorbeeld gestreden hebben en bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van de Afro-Surinaamse gemeenschap, moeten daarvoor ook worden geëerd, meent Wijngaarden. Ik ben 67, ik ben Ik heb een present door actie van een schrijven artikel in kranten. Zoomen en bepalen in helder. En dat komt een artikel in kranten ook toe. Zoomen en chibri historie zijn in de café ook toe. En dat betekent dat je naar focus en bepaalt, zoomen en helder. Dat dan wel te zijn. Ook om te ervaren in de historie en de familie dat die boni. Nou, al die moren prinsparen, vetman in de Amerika's. En zo 3 jaar heb ze op die memre, Bonnie, Dugo Sabi, Adeidi Adede en Amons Adede. Op de 20 februari in de jaren 1793. Aldus voorzitter Iwan Wijngaarden van de Federatie voor Afrikaans Ranamang. De organisatie hield gisteren een receptie in de Paramaribo Zoo in het kader van haar 20-jarig bestaan.